ben nu bij de Kenny. De Kenny heeft trouwens ook zijn vlag gehangen voor de Rode Duivels. Die hangt namelijk daar. Zijn verrassing. En hij staat er eigenlijk al een beetje met de pronken, zo is de Kenny ook. Het is natuurlijk ook niet ingepakt. En wat kan de verrassing zijn? In mooie haren. Hij is tegenwoordig ook helemaal in het nieuw zijn haren. Helemaal nieuw. Dus wel spannend eigenlijk wat de verrassing kan zijn. Hier is een tip. Is mijn ballons te groot. Ballons, goed dus in gronden. Het lacht. Dat kan wel twee dingen betekenen. Zijn vrouw is hier thuis. Of het is voor de verrassing. Goed, we gaan de spanning niet lang ophouden, want meneer doet anders gaat meneer nog. Goed, laat eens een keertje zien aan de kijkers dus wat het kan zijn. Ja, het is gewoon mooi, hè. Beetje dichter filmen natuurlijk. En hij heeft het ook in een maatje kleiner. Voor natuurlijk. Voor wie is die andere? Oh, voor mij. Oh, dat is gewoon ballonvrienden. Ons logo. En al. We voelen ons professioneel als we de ballon instappen. Ik ga het even aandoen. En dan kan ik er een foto van maken samen. Zo. Dat is goed, dus. Goed. Perfect, hè? Het is een beetje donker, precies. Het zal een beetje omdraaien, als het naar het licht staat. Waar nou? Cool, hè, mensen? Cool. De achterkant staat niks, mensen, voor mensen te afvragen. Met zo de voorkant, dat is leuk. Binnenkort gaan we trouwens varen met een leuk ballon. Welke datum was het weer? 23e. Dus het is echt cool om te sjouwen. Een mooie zondag. Ja. Dus laten we hopen mooi weer, dan kunnen we deze aandoen. De 23e, de 27e. De 27e, dat kan ook al. Het mag me, ja, ik bedoel, dus de 27e gaan we varen. Maar kijk, het is echt wel heel mooi. Dus dankjewel daarvoor. Graag gedaan, zin. Dat past bij ons. Dus we hebben ook nog Instagram, maar ja, dat zal je misschien niet geweten hebben. Maar ik vind ze ook wel op Instagram trouwens, maar het is echt heel mooi. Ik heb al jaren zo, we hebben in het begin ook eentje gehad, eentje. Daar moesten we het mee doen, maar dit vind ik echt wel heel mooi. Dus het valt ook op, ballonvrienden en zeker met zo'n hobby. Hè. Wie daar ooit... Zo. Hey, wat ben je er nog over kwijt? Van jouw hobby? Nou, vooral dat we foto's mogen van ballons. We proberen mee te volgen met Filipe. Ja, je moet weten, Kenny die was... We gaan weer moeten omdraaien. We gaan een dansje plegen. Dus ja, hij was in het begin die van niet meer meevaren, hè. Maar nu dat hij geweest is, wil hij niet voor hem. Maar eigenlijk, onze grote droom is eigenlijk een beetje, ik denk dat het bij jou is, op te varen als vriendesfeest te zijn. Heb je dat niet zo? Nee, niet zo per se, maar... Hij bedoelt dat hij is bescheiden. Een bescheiden man is veel waard natuurlijk, hè. Een bescheiden man is veel waard. Dus dan mag je de video afsluiten natuurlijk, hè. Vond je dit een leuke video? Doe dat vast op je omhoog, vergeet niet te abonneren. En het belletje aan te raken voor meer video's. Bye.